Heb je ook geen tijd in de ochtend? Maak dan vooraf deze ontbijtmuffins van havermoutpap. Je hebt nodig voor deze ontbijtmuffins 75 gram havermout en 30 gram rozijnen, 50 gram roomboter, 1 eetlepel honing en 1 theelepel kaneel, 250 ml melk naar keuze en 2 eieren. Je verwarmt de oven voor op 200 graden. Dan doe je de melk en de havermout in een steelpannetje. Je kunt natuurlijk ook plantaardige melk gebruiken. Op middelhoog tot laag vuur ga je al roerend en een dikke havermoutpap van maken. Dan doe je de rozijnen erbij en ook de roomboter. Dit meng je goed samen tot de boter is gesmolten. Ook de honing gaat erbij. En natuurlijk ook de kaneel. Meng dit goed samen tot een geheel. En zet het vuur uit. Laat het even afkoelen en voeg dan pas de 2 eieren toe. Meng het goed door elkaar, zodat het weer een dikke pap wordt. Het ziet er misschien nog niet zo smakelijk uit, maar het is echt het proberen waard. Dan doe je ongeveer 2 lepels van het mengsel in een muffinvorm. En dit gaat in de oven op 200 graden voor 20 minuten. De muffins rijzen wel, maar ze zakken straks bij afkoelen weer wat in. Als de muffins klaar zijn, zijn ze heel zacht en luchtig. Heel lekker om als ontbijtje te eten, met een eetlepel kwark en een stuk fruit. Per stuk zijn de muffins 170 calorieën, maar je zit er echt goed vol van. Ze zijn het lekkerst om warm te eten en je kunt ze ongekoeld zo'n 2 dagen bewaren, maar in de vriezer zo'n 3 maanden. Ging het allemaal te snel? Kijk dan even op mijn blog www.nietzozwaarder.nl voor het recept of check de beschrijving even. Ik dank je weer voor het kijken en tot een volgende video.